Goedenavond weer, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gouden Bergen. Na een aantal uitstapjes met onder andere Tweede Kamerleden en wethouders is nu weer de beurt aan de basis van ons programma Gouden Bergen, weer de raadsleden van Leeuwarden. Vandaag een gast die al in de familiesituatie al in aanraking kwam met de politiek en dat hij dan uiteindelijk ook de politiek ging was voor niemand een verbazing. Naast politiek heeft hij meerdere passies, waaronder de Tweede Wereldoorlog. Mijn gast van vandaag is Arco van Dalen, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Leeuwarden. Welkom, Arco van Dalen. Dankjewel, Jan. Ja, met de paplepel ingegoten in de politiek? Nou, we hadden het daar vroeger thuis wel heel vaak over, ja. Ja, mijn vader die zat in de steunfractie voor de GPV en toen nog de voorlopers van de ChristenUnie, juist. En ja, we waren wel politiek geëngageerd, dus dat besprak je wel, allerlei onderwerpen die naar voren kwamen. En later is mijn broer inderdaad ook een raadslid geworden, voor mij in 1998 geloof ik. Ja, dan spreek je er ook wel over en dat is hartstikke leuk om met je eigen stad bezig te zijn en daar ook wat in te kunnen betekenen. En dat ben ik dus ook in Leeuwarden gaan doen, wat eigenlijk niet mijn stad was, nee, maar nu wel is. Ik kom uit Hattem. Dat is mijn, ja. Daar ben ik opgegroeid. Nu kom je dus, je zegt al, uit een GPV-familie. Was het iedereen de met de neus in dezelfde kant op? Of waren er ook wel discussies over bepaalde punten? Of was het echt van, wij GPV'ers, we keren ons af tegen alles wat anders is? Ja, nou ja, goed. Dat was nog wel echt de tijd van de verzuiling, zeg maar. Dat het wel heel logisch ook was dat je voor de GPV koos als je gereformeerd vrijgemaakt was. Ik ben nog steeds gereformeerd vrijgemaakt. Misschien nog even uitleggen wat dat precies is, hè? Dat is een bepaalde stroom. Binnen de gereformeerde kerk is dat een bepaalde stroming. Er zijn in het verleden heel wat discussies geweest over wat de juiste leer was. Christelijk gereformeerd heb je, Nederlands gereformeerd en vrijgemaakt. Nou, het gaat heel ver als je daar. Dan moeten we misschien nog even een historisch programma van maken. Maar vrijgemaakt is net weer een aftakking die in de Tweede Wereldoorlog, in 1944 eigenlijk, zich afgesplitst heeft binnen de gereformeerde kerk. En dat is verder doorgegaan. En daar zijn mijn ouders lid van geworden. En daar ben ik later ook bijgekomen bij die kerk. En dat was een automatisme of is er wel... Ja, in eerste instantie is dat wel een automatisme. Als je ouders naar de kerk gaan, dan ga je mee. Ja. Maar dan kom je altijd weer op een moment dat je daar zelf ook voor moet kiezen. Dat je zelf ook een bewuste keuze maakt. Zeg je ja tegen God of niet? Ja. Dat is iets wat je... En sommigen zeggen dat is heel makkelijk als je zelf in de kerk zit. Ik denk dat dat het tegenwoordig niet makkelijk is om christen te zijn. Dat je daarin ook anders bent. En dat je dat ook steeds moet uitleggen. En dat je dat moet verantwoorden. Het is niet meer een logische keuze, vind ik tegenwoordig. Ja. Ik vind het wel een logische keuze. Want ik geloof in God en ik geloof dat hij bestaat. Dus ik vind het heel logisch. En ik haal er ook heel veel vertrouwen en hoop uit. Maar ja, dat is niet meer vanzelfsprekend tegenwoordig. Nee. Nu zit jij als vertegenwoordiger van de ChristenUnie, maar we hebben niet alleen in onze gemeenteraad, maar ook landelijk, meerdere christelijke partijen die zich eigenlijk allemaal baseren op hetzelfde boek, de Bijbel. Ja. We hebben het CDA, we hebben de SGP. Wat mankeert er aan die partijen en waarom heb jij gekozen voor uiteindelijk voor de ChristenUnie? Ja, ik ga niet zeggen dat er iets mankeert aan de partijen. Elke partij heeft zijn voor- en zijn tegens, maar ik voelde mij het meeste thuis bij de ChristenUnie, omdat de ChristenUnie een partij is die echt zich baseert op de Bijbel en dat ook uitspreekt. En dat zegt CDA toch ook, of niet? Ja, die zeggen dat het een inspiratiebron is, één van de velen. En wij zeggen echt van, nou ja, dat is gewoon onze basis. En daar staan wetten in die waarvan wij vinden dat iedereen, als die dat toepast in zijn leven, dat voor een goede maatschappij gaat zorgen. En ja, de ChristenUnie is echt een christelijke partij. Echt een partij die zich baseert op de Bijbel en die gelooft in God. En die niet zichzelf op de voorgrond treedt. Wat je bij andere partijen misschien nog wel eens ziet. Dat het belangrijk is om te besturen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Maar we zullen daar nooit echt op uit zijn, direct. Wij zeggen dat ook altijd binnen de fractie. We zijn als mensen niet belangrijk, maar wel als partij. Nu, dat vinden we belangrijk om dat naar voren te brengen. Ja. Bijbel is voor jou het uitgangspunt. Ja. En komt het bij alle onderwerpen die je in de politiek tegenkomt aan de orde? Of laten we eens een paar uitpikken. Bijvoorbeeld deze week is heel actueel de kwestie van het meisje Sahar. Ja. En mag ze wel of niet blijven na 10 jaar Nederland, 14 jaar is ze. Ja. Hoe ga jij er als christen mee om? Nou, ik vind dat je als christen een zorgplicht hebt. En dat je een zorgplicht hebt om
te kijken naar je naasten. Naar de samenleving, naar de mensen die het minder hebben. En dit meisje zou met haar familie, of in ieder geval zou uitgezet worden, weer terug naar Afghanistan. Dat meisje is helemaal verwesterd en dan moet je je goed afvragen of dat wel verantwoord is dat dat gebeurt. En dus ja. Wij hebben ook, naar aanleiding van wat dat in de gemeenteraad ook besproken is, hè, dat meisje is ook in de gemeenteraad geweest om aan te geven, nou, dit is een belangrijke zaak, ik wil dit niet. En de klas was heel erg erbij betrokken, dat was allemaal heel mooi om te zien. Maar we hebben ook naar de ChristenUnie-fractie in Den Haag ook, naar onze collega's zeg ik dan maar even, ja. Ook aangegeven dat dit belangrijk is om hier goed naar dat dossier te kijken. En dat dat echt niet goed komt op het moment dat dat een meisje teruggestuurd gaat worden. Maar wat is dan? Ja, wij vinden dat we als ChristenUnie daar dan een plicht hebben om daar wat mee te doen. Omdat we omzien naar onze naasten. Aan de andere kant, en dan speel ik even advocaat van de duivel. Is het zo, democratisch zijn de regels vastgesteld. Ja. En minister Leers, die er op het onderkomen gaat, ja, die zegt eigenlijk tot nog toe van, ja, de regels zijn zo. En ik moet als minister moet ik de regels uitvoeren. En volgens die regels moet ze het land uit. Vind ik ook. Ik vind ook dat je regels zijn regels, dat klopt. Maar we hebben ook in de tijd een minister gehad die ze heel stringent vasthield, hè, mevrouw Verdonk. Ja. Ze is gelukkig tegenwoordig uit de politiek, want daar had ik niet zo heel veel mee. Maar die was heel rechtlijnig. Die zei van nou, tot hier en niet verder. Maar ik vind ook dat je dossiers ook, hè, dat heeft ook een gezicht. Dat klinkt altijd heel mooi, maar dat is ook zo. Als je je verdiept in wat een dossier is en wat voor mensen daarachter zitten, als je je daarin kunt verdiepen, en volgens mij is dat in dit dossier heel duidelijk, ja, dan moet je daar iets mee doen. En dan moet je niet zeggen van, ja, maar dit zijn de cijfers en dit zijn de feiten. Dus het kan niet anders. Nee, ik vind dat je dan ook je menselijk gezicht mag doen. Mag laten zien. En ik vind dat ook nog eens een uitstraling naar buiten toe. Dat we als Nederland toch met dit soort zaken begaan zijn. Ja. Even terug, want regels zijn regels. Ja. Je zegt van, eigenlijk zou hier een uitzondering op moeten komen. Maar, ja, maar als je uitzondering toelaat, ga je dan niet de regels veranderen? Ja, wellicht. En ik vind ook dat je elke situatie goed moet bekijken. En nogmaals, ik als raadslid van de gemeente Leeuwarden heb hier ook natuurlijk helemaal niks over te zeggen. Ik kan alleen aangeven dat ik het een schrijnend geval vind en dat het belangrijk is om daar nog eens even goed naar te kijken. Maar natuurlijk, dat is met een heleboel zaken zo. Hè. Zo'n jongetje, we hebben het ook wel eens eerder over gehad, dat jongetje uit China wat hier in Leeuwarden was. En dat is allemaal heel schrijnend als je zo'n jongetje ook ziet. En dan, emoties doen ook dan heel veel, maar ja. Dat soort dingen vind ik wel dat je dat moet meewegen. Elk dossier heeft wel een gezicht. Het gaat wel over mensen. Dus je moet het heel goed afwegen voordat je iemand terugstuurt. Je zou niet graag in de schoenen van minister Leers willen staan. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik heb die ambitie ook helemaal niet. Nee. Een ander punt is, waar de Bijbelse, je Bijbelse achtergrond natuurlijk ook naar voren komt kijken, is bijvoorbeeld het homohuwelijk. Ja. Ook een punt wat altijd weer terugkomt als we het over de ChristenUnie hebben. Tot vervelend toe. Tot vervelend toe. Ja, je zult er bij mij ook weer eens even. Oh, oké. Okay. Het is even niet anders. Nee, kom maar op. Wat is nou jouw standpunt exact in het kwestie van het homohuwelijk? Nou, hier in Leeuwarden hebben we daar natuurlijk niet echt een standpunt over, omdat dat niet iets wat we hier bepalen. Nee. Ik vind het ook altijd een heel moeilijk iets, want het is ook iets van wat ingaat op integriteit van mensen als je het hebt over seksuele voorkeur. Dus ja, dat vind ik heel moeilijk om daarover te praten en daar te zeggen wat wel en wat niet mag. Want daar ben ik als raadslid helemaal niet voor. Nee. Maar ik heb er natuurlijk wel een mening over. Maar kun je niet in het algemeen dat zeggen van, als twee mensen elkaar leuk vinden, dan mogen ze elkaar toch leuk vinden. En wie ben ik in welke positie dan om daar wat van te vinden? Ja, dat klopt. Daar zit natuurlijk ook heel veel in. En ik ken ook voorbeelden waarin dat ook gewoon zo is, waarbij ze samenwonen en waarbij je ziet dat beide mensen opbloeien omdat ze bij elkaar zijn iemand gevonden hebben. Dus dat zit ook heel moeilijk in elkaar. Ja. En daar kun je niet van zeggen van ja of nee. Ik vind wel, als je je baseert op de Bijbel, en dat doen wij, ja, dan staat God dat niet toe dat je als man en man samenleeft. En ja, als je naar de natuur kijkt ook, ja, mannetje en vrouwtje, dat is voor elkaar geschapen. En daar baseren wij op. En wij zeggen niet van dat is fout of dat is slecht of dat is een zonde die is. En als je er maar heel veel voor bidt, dan verandert dat wel. Nee, ik geloof ook dat die mensen zo geschapen zijn. Maar ik vind het heel moeilijk om daar een waardeoordeel over te geven van dat wel of niet mag. Mensen moeten daar zelf een beslissing over nemen. Maar als je het aan mij als ChristenUnie politicus vraagt, ja, dan vind ik dat je naar de Bijbel moet kijken. En dat God dat niet accepteert, dat mensen echt bij elkaar zijn. Ja, dat is een constatering, maar welke conclusie als politicus trek je dan uit qua regelgeving? Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk als ChristenUnie ook in het kabinet gezeten, het vorige kabinet. Dus we hebben wel geprobeerd om daar misschien nog wat, maar ik denk dat het lastig is om daar nog wat in te veranderen. Dat is ook met abortus zo. Daar moet je misschien de voorwaarden duidelijker voor maken. En dat hebben we ook geprobeerd en dat is ook wel gelukt. Dat leven heel belangrijk is. En zo kun je daar nog wel wat te noemen. Maar
het is lastig om zoiets terug te gaan halen. Zeker als je als kleine partij binnen Den Haag niet alles te vertellen hebt. Dan is het lastig om dat zomaar weer terug te gaan draaien. En ik denk, ja, dan ben je dus ook een democratie en dan zijn besluiten ook genomen. En dan hebben we ook dan ook met de dieren. Tegen jou. Ja, maar dat is ook bij de koopzondagen zo. Nou, daar wou ik net naartoe naar de koopzondagen. Okay, nou, alsjeblieft. Je hebt mijn Bijbel gelezen. Nee, ik heb hem niet gelezen. Nee, want er is ook een landelijke regelgeving over de Tweede Kamer, over de winkelzondagen. Ja. Jullie hebben verleden week, of die week ervoor, vragen gesteld aan het college over de koopzondagen. Ja. Volgens jullie heeft de wethouder zich niet aan de afspraken gehouden. Nou, dat klopt. We hebben in 2000... Dezelfde wethouder staat hier verleden week overigens en die zei van ik heb me wel aan de afspraken gehouden. Okay, maar... ja, nou ja, goed, we hebben niet voor niets schriftelijke vragen gesteld natuurlijk. Nee, leg eens uit. En hij kan dan de vragen beantwoorden. Maar waar het om gaat is dat er in januari 2010 hebben we een bijeenkomst gehad met ondernemers. Een aantal ondernemers. Afgevaardigd van Leon en inderdaad de wethouder en een aantal raadsleden. En daarbij hebben we gezegd van voordat we 2011 de koopzondagen gaan vaststellen, dan gaan we iedereen erbij betrekken. En dan gaan we ons niet alleen maar weer op Leon baseren, waar maar een heel klein gedeelte van de ondernemers bij betrokken is of lid van is. Nee, dan gaan we ook nog naar de andere winkeliersverenigingen. En dan gaan we ook zorgen dat we goed geïnformeerd zijn voordat we ze vaststellen. En wat wij nu geconstateerd hebben, is dat weer niet gebeurd is en dat ze zich weer gebaseerd hebben op Leon. En daar zit voor ons het pijnpunt. En hierbij is het ook niet zo dat we zeggen van, we willen naar een nul. Dat, nou ja, niet willen. Dat zou, nee, dat kan ook helemaal niet. Maar wel gewoon naar het minimale. Waarom? Dat, nou, omdat wij... Dat puur vanuit de principiële zaak van de zondagrust? Ook. Of heeft het ook economische en personeel... Ook, we hebben natuurlijk... waar het allemaal uit voortvloeit, is dat we in 2008 een enquête hebben gedaan. Over, ja. onder de winkeliers, onder de ondernemers. En dat had ook te maken met het feit dat er een heleboel ondernemers tegen ons zeiden van ja, die koopzondagen, we vinden dat een verplichting. Want op het moment dat we daar niet aan meedoen, en andere winkeliers, onze concurrenten wel, dan hebben we een probleem. Ja, ben je die van je eigen portemonnee? Ja, klopt. Dus we moeten wel. En kunnen jullie daar niet wat aan doen? Nou, we zeiden van laten we toch eens eventjes de winkeliers vragen hoe het nou eigenlijk zit. Dus we hebben een enquête gestuurd aan alle winkeliers in de binnenstad. En daarbij kwam ook gewoon naar voren dat 70% gewoon niet blij was met het aantal koopzondagen en het liever naar beneden had. Nou, en ik vind dat je daar dan ook goed naar moet kijken. Dat je dat moet oppakken. Even, nou. Je verwijt het college dat hij dat niet gedaan heeft. Nou ja, goed, we hebben het in de Raad er natuurlijk ook over gehad, ja, over dat initiatiefvoorstel. Ja. En daar heeft het geen meerderheid gekregen. Wij hebben gezegd dat het wel iets minder mag, zo heette ons onderzoek ook, ietsje minder graag. En dat heeft het toen niet gehaald, dus we kunnen nu niet zeggen van nou, we moeten terug naar 6, want dat was de afspraak. Maar er zijn ook in de regelgeving in Den Haag zijn er ook een aantal dingen veranderd, waardoor wij ook zoiets hadden van dit zijn een aantal facetten en componenten waardoor wij zeggen van we willen daar wat antwoord over hebben. Ja. We willen daar een duidelijke discussie over. En bij jou speelt dus niet alleen de kwestie van de zondagsrust, maar ook de belangen van, want juist, daar zou je doorheen op. Ja, klopt. Nee, het is inderdaad voor de ChristenUnie natuurlijk ook wel een principieel punt. Koopzondag is iets wat wij het liefste niet zien. En als je het dan al doet, dan moet je het heel minimaal doen. Want wij vinden de zondagsrust heel belangrijk. En of je dan naar de kerk gaat of dat je andere dingen doet, dat vind ik dan nog niet eens zo belangrijk. Want iedereen zegt van ja, maar jullie willen mensen graag naar de kerk halen, want dat is jullie grondreden. Nee, ik zou ze graag bij mij in de kerk zien, want er is absoluut heus wel wat te leren, denk ik. En dat is ook echt wel leuk om daar eens een keer weer bij te zijn. Maar waar het ook om gaat, is dat je als gezin en als familie en als vrienden van elkaar, dat het ook gewoon goed is dat je gewoon met elkaar bent. In plaats van dat je weer moet consumeren en dat je weer de stad rondtrekt en gaat sneupen van, nou ja, wat zullen we nu weer eens kopen? En altijd maar weer die drang hebben om meer en meer en meer. Ja. Nou, daarom, maar het kan ook iets... een leuk familieuitje zijn, met je gezin de stad in. Ja, dat kan. En dan heb je ook die andere 6 dagen voor. Okay. Ik vind het inderdaad leuk en gezellig om met mijn kinderen en mevrouw de stad in te gaan. Dat vind ik heel gezellig. Ja. Daar is Leeuwarden een prima stad voor. Ja. Iets wat ook op zondag zo nu afspeelt is onze voetbalclub Cambuur. Ja. Deze week zitten we wat in een hot item. Ja. Het college heeft een voorstel wel gedaan. Ja. Voor een soort garantstelling, aflopende garantstelling. Je staat niet te juichen, denk ik. Nou, ik sta wel eens te juichen voor Cambuur. Jawel. Ja, dat wel. dat doe ik wel, maar voor deze garantstelling wat minder. Ja, ja, vertel eens waarom. Nou, wij hebben... Cambuur moet er blijven of niet? Nou, dat, kijk, als ik als ik 10 jaar in de toekomst kijk en dan is mijn zoon is dan 17. Nou ja, misschien ook al wel eerder, maar dan zou ik graag met hem naar voetballen gaan. Dan zou ik graag naar Cambuur gaan. Dat lijkt me hartstikke gezellig en leuk. Ja.
Dus ik heb ook veel met voetbal. Kijk, als ik de tijd voor heb, kijk ik ook graag voetbal. En ik heb het zelf ook gespeeld, dus ik ben absoluut wel een voetbalman. Ik vind het ook mooi en ook logisch dat een stad als Leeuwarden een voetbalclub heeft. Maar wat je afgelopen jaren ziet, sinds dat ik hier woon, dat is sinds 2000, is dat het eigenlijk altijd, en daarvoor ook al wel, dat de financiële situatie bij een professionele organisatie gewoon niet goed in elkaar zit. En in 2006 zat ik net in de raad en toen was er ook een bespreking over Cambuur. En toen hebben wij als gemeente Leeuwarden gezegd met z'n allen, dit is de laatste keer dat wij elkaar geholpen hebben. En nu zie je toch weer dat partijen zich toch weer gaan schuiven. En ja, maar we gaan het allemaal heel stringent neerzetten. En we zorgen dat we dat publieke geld echt alleen als een garantstelling. Het komt heus wel terug. Nou, ik heb me daar mijn vraagteken zo bij. Want als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan zie ik niet dat Cambuur dat financiële plaatje goed voor elkaar heeft. Zo is dat gewoon. En ik vind het een hele moeilijke afweging. Mijn mederaadslid Frits Rijpma is al 32 jaar seizoenkaarthouder van Cambuur. Dus er zit ook wel heus wel emotie in. We hebben gisteren in de fractie hebben dit nog besproken. Nou, dat was een heftige discussie van wat moeten we hier nou mee? Want iedereen zegt altijd bij voorbaat van nou, ChristenUnie, ja, dat is tegen voetbal. Nee, helemaal niet. Maar je moet wel kijken van, vinden we, hè, dat is eigenlijk de vraag die we ons gisteren ook hebben gesteld, vinden we Cambuur 750.000 euro waard? Want het is gewoon een risico dat we die 750.000 euro straks kwijt zijn. Ja, het is in eerste instantie garantstelling. Ja. Maar in het meest negatieve geval kost het de gemeente 750.000. Ja, juist. En daar ga je vanuit dat het negatieve scenario is. Natuurlijk hoop ik dat niet, maar ik vind dat je dat wel goed moet afwegen. Het aparte van het verhaal is ook dat we aanstaande woensdag bij de vergadering, de raadsvergadering, dat we daar ook, of het dubbele moet ik eigenlijk zeggen, is dat we daar ook gaan spreken over de WMO-bezuinigingen. Ja. En dan zeggen mensen van ja, dan moet je niet bij elkaar trekken, dan moet je niet bij elkaar zien. Het gaat wel om hetzelfde geld. Het gaat om hetzelfde geld. Ja. Ja. En dat vind ik hetzelfde met dat financieringsmodel voor de woningbouwprojecten. Ja, dat kost op dit moment ook geen geld. Maar ja, het kan best wel zo zijn. En ik vind dat je in deze tijden moet je gewoon echt goed kijken van wat doen we met al ons geld. En ja, dit gaat om 750.000 euro, waarvan je gewoon nu niet zeker weet dat het ook ooit terugkomt. Ja. En daar zit voor ons de bottleneck in. Dus jullie stemmen tegen? Of dat moet in. Het is een op en neer gaan van allerlei feiten en cijfers en van ontwikkelingen. Of hangt het ook nog van reacties af? Want kijk, dit verhaal komt natuurlijk ook nog bij ondernemers terecht. Die kunnen nog reageren. Ja, dat zou mooi zijn. Komen dan nog geldschieters krijgen. Ja. Maar zoals de feiten er nu liggen, stemmen jullie tegen? Daar lijkt het wel op. Ja. En wat ik zeg, de ontwikkelingen die zijn nog steeds in volle gang. Ik heb net via Twitter ook weer wat gelezen dat er toch weer ontwikkelingen zijn waardoor het waarschijnlijk niet eens in de raad meer komt. Dus ik weet ook niet, er gebeurt zoveel en er is zo hectische tijd voor Cambuur en voor de gemeente Leeuwarden. Hè? Want Florijn en Corona zijn hier echt heel druk mee bezig. Wethouder en burgemeester. Dus dat is hartstikke goed. En ik ben gewoon, ik zou heel graag zien dat zonder het redden vanuit de gemeente Leeuwarden, dat ze het gewoon zelf, want dat vind ik ook. Betaald voetbalorganisatie moet zijn eigen broek op kunnen houden. Ja. Maar wat is, stel dat het inderdaad zo blijft, je stemmen tegen. Wat is dan de oplossing voor Cambuur? Of is het dan een kwestie van, je moet je Michel maar redden en dan maar over 10 jaar met mijn zoon naar de amateurvoetbal. Ja, misschien. Of naar een andere club. Nou nee, daar ga ik niet van uit. En dat hoop ik niet. Maar het is inderdaad wel een beetje dubbel. Aan de ene kant wil je graag dat ze blijven bestaan. Aan de andere kant zeg je als gemeente en als raadsfractie van, nou ja, we willen daar niet garant voor staan. Maar ik vind het gewoon belangrijk om te kijken van, nou, wat doe je hier? Gaat het om 100.000 euro waarbij je eenmalig ervan af bent? Nou ja, dan kun je het nog eens over hebben. Maar we gaan het nu over, in eerste instantie over 1 miljoen. Nou, nu over 750.000 euro. Ja, ik kan als we nog eventjes wachten, dan zitten we misschien op die ton en dan kan het wel. Ja. Maar met het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in mijn hand, en dat is toch ook de basis waarop wij politiek voeren, kunnen we dat niet voor ons veroorloven. Je hebt aangegeven waarom je niet tegen zou stemmen. Wat zou eventueel een reden zijn om wel voor te stemmen? Met andere woorden, wat zou het belang zijn om het wel te doen? Wat is het belang van Cambuur? Nou, het heeft een heel groot maatschappelijk belang in de stad. Is dat voor de uitstraling is dat ook in geld uit te drukken? Ja, nou ja, wat ons betreft zeggen wij dus eigenlijk met ons standpunt van niet voor 750.000 euro. Maar ik heb ook gezien, hè, de afgelopen jaren en zeker met de bijna promotie, hoe het ontzettend leeft binnen Leeuwarden en ook in een regiofunctie heeft. Dus het heeft absoluut een
een hele grote belang in Leeuwarden. Maar ja, ik vind, laat ondernemers gewoon opstappen. En als het zo'n grote regiofunctie heeft, zorg er ook dat er niet alleen in Leeuwarden, maar ook uit de hele regio ondernemers komen. En die allemaal misschien een klein beetje, maar met elkaar wel dat genoeg opwerpen. Laat de supporters eens in actie komen met een of andere actie, zodat er geld opgehaald wordt. Ik vind het niet logisch dat gelijk mensen maar gelijk maar weer aankloppen bij de gemeente van ja, help ons alsjeblieft. Ja, ja. Want ze komen met het financiële plaatje, komen ze bij geen ene financiële instelling, kunnen ze geld lenen. Ik denk dat dat ook genoeg zegt. Ja, dat is wel heel duidelijk. Ja. Je zei het net al in de tussenzin van je moet het afwegen tegen een andere uitgave van de gemeente. Ja. Mijn volgende punt is inderdaad de bezuiniging op de zorg, op de wetmaatschappelijke ondersteuning, WMO. Daar vallen klappen. Hè. De afgelopen tijd zijn er al klappen gevallen, ook mede door het kabinet met de ChristenUnie. Het gaat door. Ja. Hoe zwaar is dat om te bezuinigen op toch de zwakkeren in de samenleving? Dat vind ik echt heel, heel zwaar. En dat vind ik ook heel moeilijk. En wij hebben ook altijd in de verkiezingen gezegd van de meest zwakken in onze samenleving. Ja, de mensen die onder de armoedegrens zitten, die bij de voedselbank moeten aankloppen, die van allerlei subsidies van de gemeente moeten zien rond te komen. Ja, dat soort mensen moet je niet raken in deze bezuinigingsrondes. Dus ik vind dat is een hele moeilijke afweging. Ja. Ja, welke maatregelen we ook zien, uiteindelijk komt het toch weer bij diezelfde groep terecht, hè? Ja, helaas wel. En ik denk dat ook dat de overheid, en niet de gemeentelijke overheid, maar dat het juist vanuit Den Haag, dat ze daar ook goed naar moeten kijken. Maar ja, met dit kabinet verwacht ik niet dat daar heel veel in gaat veranderen. Nee, dus ik hoop dat het maar zo snel mogelijk voorbij is, dat kabinet. Want ik verwacht daar heel weinig van. Wel op het gebied van veiligheid en op andere zaken waar ze bovenop zitten. Maar naar je naast omkijken en met elkaar een samenleving zijn. Nee, tast je dan niet een van de pilaren van de Bijbelse boodschap aan, als er zo gekort wordt op de naaste, om even niet die woorden te houden? Ja, en dan, ja absoluut, tuurlijk. Dat is eentje waar wij ook gewoon echt onze zorgen over hebben en waar we ook over spreken met mensen die in die situatie zitten en proberen te helpen. Maar dat is echt heel moeilijk. En ik vind ook dat je als gemeenteraad daar wel een verantwoordelijkheid in hebt om het in ieder geval voor Leeuwarden dan goed te regelen. En ja, ik vind dat we daar dan nog wel, als ik dan de afgelopen commissie hoor, want daar zat Frits dan, Frits Rijpma, mijn collega, want die is ook woordvoerder voor welzijn. Maar als je ziet wat daar dan de boodschap is en wat de meeste partijen willen, nou, denk ik van misschien dat er toch nog wel goede beslissingen genomen worden. Laten we het hopen voor Leeuwarden en voor de mensen die hier in deze stad wonen. Om geld voor die zorg te kunnen vrijmaken bijvoorbeeld, zou er bijvoorbeeld heel veel gekort kunnen worden op cultuur. Dat, ja. Is dat een oplossing om gewoon veel te kort? Want dat doet op zich de gewone mensen geen pijn, zou je zeggen. Nee, maar wij hebben gepleit voor de kaasschaafmethode. Ja, van alles een beetje. En wij denken, we hebben binnenkort ook weer een gesprek met Parnas. Die geven ook weer aan van, dit kunnen wij doen met onze gelden. We kunnen ook nog een stukje bezuinigen. En die bewegingen zie je steeds op het moment dat dat er een plan voor ligt om te gaan bezuinigen. En ja, we hebben gemerkt dat binnen cultuur toch echt nog wel wat te halen valt. En ja, los van de Big Six onderzoek en van wat er allemaal gebeurd is. Ook bij de harmonie. Ja, kijk eens naar die hele situatie. Heel die financiële situatie, hoe die in elkaar zit. Dat is niet meer van deze tijd. Ja. Dat wij als gemeente elke keer daar gebonden zijn om elke keer een tekort aan te vullen. Ja, juist. Daar hebben wij ook voor gepleit om daarmee dat direct te gaan stoppen. Maar wij hebben niet de handen op elkaar gekregen. Nee. En de boodschap die de harmonie van de gemeente Leeuwarden krijgt, om zo professioneel mogelijk en zo groot mogelijk aan te bieden, het aanbod wat ze binnen theater doen. Ja, daarvan zeggen wij ook, doe maar een stapje minder. Dan heb je ook minder geld nodig en hoeft er ook minder bij. Ja. Dus dat dat hebben wij wel aangegeven. En wij denken wel dat daar nog wat te halen valt, ja. Kijk je ook met een beetje overdreven te zeggen, kijk je ook met een bijbels oog naar cultuur, naar het aanbod op cultuur, dat je zegt van, er zijn wel vormen van cultuur die mij vanuit mijn achtergrond helemaal niet aanstaan. Ja, zo kijk je er ook naar, absoluut. Kijk je, als raadsleden heb je natuurlijk informatie over allerlei subsidies die verstrekt worden. En dan gaat er ook bijvoorbeeld subsidies naar dance tour en allerlei
pop-evenement waar wij gewoon als ChristenUnie niet achter kunnen staan. Daar zouden we dan graag een streep doorzetten, ja. En waarom dan? Wat is er mis mee? Omdat wij denken dat absoluut geen aanvullende functie heeft. Dat is een criterium, het moet een aanvullende functie hebben. Nou, nee, maar nee. Maar je vraagt van hoe zit het met de Bijbels achtergrond ernaar kijken. Nou, als je kijkt wat er bij op trends en dance parties gebeurt. Hebben we de Explode gehad in de Groene Ster een poosje geleden. Dat was vlak bij mijn wijk, dus ik heb er fijn van mee kunnen genieten van dat gedram en gedreun. Dan denk ik van ja, als ik dan ook zie, want ik ben nog even geweest en denk dat altijd het beste is om ook een oordeel te vellen, om ook gewoon er te zijn. Als ik dan zie wat voor groepjes daar rondlopen, waar dat Explode was, daar stonden hekken omheen, maar daar mocht dan niet gebruikt worden en niet gedronken worden, wat er buiten gebeurde. In heel veel bosjes zaten toch wel mensen. Nou, ik weet niet wat ze allemaal aan het doen waren. Maar nee. Dan denk ik van dat waren dat geen soort dingen feest... die je op catechisatie had geleerd. nee, klopt. En kijk, ik ben natuurlijk ook student geweest. En ik vind het ook leuk om eens een feestje te hebben. En, ik bedoel, iedereen is jong. Maar of je daar nou als gemeente Leeuwarden je geld aan moet besteden, dat denk ik niet. Mm-hmm. Dus dat soort dingen. Dat is alcoholgebruik, drugsgebruik. Daar zit heel veel ellende achter. En dat zijn inderdaad ook dingen die God verboden heeft. Dus dan kun je met de Bijbel in de hand en als ChristenUnie-raadslid dat prima zeggen. Duidelijk. We zijn al een beetje aangeland bij de jeugd. Een van de speerpunten van het vorige kabinet waar de ChristenUnie in zat, was Stichting Jeugd en Gezin. Ja, klopt. Hij heeft het werk niet echt helemaal af mogen maken, althans hij is wel heel ver gekomen, Rauwvoet. Ja, dat denk ik ook heel veel. Hoe is het met het Stichting Jeugd en Gezin, met het Centrum Jeugd en Gezin in Leeuwarden? Zijn we waar we wezen moeten? Hoe zijn we met het Centrum Jeugd en Gezin in Leeuwarden? Waar we nu een beetje zitten is dat het nu echt moet gaan lopen. Hè, dat het echt een gezicht moet gaan krijgen. Dat mensen ook de weg ernaartoe moeten weten. Ik denk dat want ik heb het her en der wel eens gevraagd. Weet je wat het is? Ja, ik weet wel dat de ChristenUnie dat ingezet heeft. Maar waar zit het nou eigenlijk? Het is letterlijk een figuurlijk kindje van het ChristenUnie eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is het ook. En we hadden daar natuurlijk ook onze minister voor. Minister van Jeugd en Gezin, Rauwvoet, die deed dat. Ja. En daar hebben we gewoon in de gemeente Leeuwarden, ambtenaren gaven ook aan van dit is wel een hele goede oplossing om dat allemaal bij elkaar te brengen en daar mee bezig te zijn. Maar de volgende stap die gemaakt moet worden, is dat het ook gewoon zichtbaar is. Dat mensen aan kunnen kloppen en weten waar ze ervoor moeten wezen. En dat er heel veel kennis en ervaring zit om gezinnen en jeugd op pad te helpen. Want nu is de structuur wel. Ja, de structuur is neergelegd. Is nu, maar nu moet het nog gaan lopen. Ik heb het idee dat het nu nog hapert. Maar ik kan het ook mis hebben, maar... Nou goed, ik zeg ook van dat moet echt nu een gezicht gaan krijgen, zodat mensen ook die gang daarnaartoe weten. En dat het ook een logische stap is om daar heen te gaan. Dus volgen jullie dat als raad ook? Natuurlijk volgen we dat. Dat zijn dingen die in onze stad gebeuren. Dus, en dit is ook een kind, je zegt het dan, een kindje van de ChristenUnie. Dus wij vinden ook van daar moeten wij wel goed op letten. Ja. Dus we hebben daar wel gesprekken over. En kijken ook van wat kunnen we daaraan dan aan doen als ChristenUnie-fractie ook om dat nog beter neer te zetten. Wat kunnen we daarin faciliteren? Want het is natuurlijk niet onze jeugd en gezin wat wij... Wij zitten als controlerende raadsleden. Dus we moeten kijken of dat goed uitgevoerd wordt. Wij voeren dat verder zelf niet uit, maar we kijken wel of dat goed gebeurt. Het gaat wel met gemeenschapsgeld. Ja, juist. Dus daar moet je, dat is ook weer dat rentmeesterschap wat voor ons heel belangrijk is. Dat je goed omgaat met je geld. Dat het niet zomaar ergens verdwijnt en dat er niemand bij geholpen is. Want dan heb je er niks aan. En dan ben ik ook de eerste die zegt van dan moeten we er maar mee stoppen. Want dan heeft het dus geen aanvullend effect. Ook op onze eigen terrein. Ja. Ja. Van de jeugd naar het onderwijs is ook weer een kleine stap. Ja. Vrijheid van onderwijs staat bij jullie hoog in het vaandel. Ja. Klopt. Ik neem aan dat er geen discussie over mogelijk ben je. Nee, dat is bij omdat? Omdat de mensen die keuze gewoon zo moeten kunnen maken. En dat we ook het goed vinden dat... ik stuur mezelf mijn eigen kinderen ook naar de gereformeerde school. Ik ben blij dat die school er ook is en dat ook gewoon kan. En dat er ook ruimte is om echt christelijk onderwijs ook te volgen. Dat vind ik gewoon belangrijk dat die... Is christelijk onderwijs beter als niet christelijk onderwijs? Dat ga ik niet zeggen, nee. Nee. Maar wat je wel ziet is dat het wel iets verandert. Hè. Vroeger was het bij de gereformeerde school was het echt van... Nou ja, dan moet je gereformeerd zijn. Dat is de enige manier om op die school te komen. En dat is wel wat verruimd de afgelopen jaren. Het is zo dat bijvoorbeeld in de klas van mijn zoontje en van mijn dochter ook... dat er allerlei verschillende christelijke achtergronden zitten. En dat vind ik wel een goede tendens. Dat je het niet alleen maar voor een klein groepje doet. Maar je stuurt je kinderen bewust naar een school toe. En ik vind het goed dat je dan een goede keuze kunt maken. En dat die verscheidenheid er ook is. Ja. En je vindt het ook
daarmee goed of zelfs noodzakelijk dat de overheid dat ook financiert. Ja, absoluut. Want als kinderen van de ene plaats naar de andere, omdat daar school van hun grondslag ligt, dan moet de gemeente dat vervoer vergoeden. Ja, klopt. En dat is zo ontstaan. Ik denk dat dat iets is ook wat de overheid gewoon mag faciliteren. Onderwijs is natuurlijk heel belangrijk. En als ouders daar een keuze in maken om naar een andere school te gaan, een bewuste keuze maakt, dan vind ik dat je dat als overheid mag ondersteunen. Daar verschillen we van mening over met andere fracties. Ja. Zo is dat. Ja, klopt. Het speciaal onderwijs, dat wordt ook behoorlijk bezuinigd de komende jaren. Dat moet jullie toch ook een doorn in het oog zijn? Dat is iets waar wij van denken dat juist een bepaalde impuls kan gebruiken. Als je ziet wat de ontwikkelingen is bij de jeugd, dat er steeds meer aan de hand is met jeugd. Ja, ook vanuit alle prikkels die jongeren krijgen tegenwoordig, denk dat ook een oorzaak is dat er zoveel speciaal onderwijs ook nodig is. Dus ik denk dat je daar juist niet in moet gaan lopen korten. Maar ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk deze plek. Je legt de relatie tussen de huidige maatschappij en de toename van het kinderen wat op speciaal onderwijs zit. Ja, ik denk dat het een stukje te maken heeft met individualisering van de maatschappij. Dat je jezelf als kind al heel vroeg maar moet zien te redden. Dat je sleutelkinderen hebt van, hier heb je sleutel en vermaak je maar. En je hebt tegenwoordig internet, je hebt tegenwoordig televisie wat de hele dag doordraait met allerlei dingen. Kinderen worden om minste gerings achter de tv gezet, zodat ze maar weer even stil zijn. Maar dan komen wel allemaal prikkels binnen. En je hebt natuurlijk ook kinderen die vanaf de geboorte al zo zijn. Maar ik denk dat je ook een heleboel, dat er ook een heleboel gewoon misgaat. En daarom is dat jeugd en gezin waar we het net over hadden heel belangrijk. Dat daar ook gewoon geld in gestopt blijft worden. Want de jeugd, dat is misschien een beetje flauw, maar de jeugd is wel onze toekomst. Ja. Die moet het straks wel gaan doen. Daar hebben we af en toe ook wel mijn zorgen over. Dus speciaal onderwijs, daar gebeuren juist weer hele goede dingen. Daar is die individuele aandacht weer heel goed. En ik snap die bezuinigingen niet. Nee. Ja, nee. Ja, dan krijgen we die afweging die politici moeten maken. Hè? Aan de ene kant. Voetbal, cultuur of speciaal onderwijs. Komt heel veel voorbij. En dat is ook wel heel interessant, want je leert ook wel heel veel. Hè. De hele financiële situatie van Cambuur kende ik niet en nu wel. Dat is ook wel weer heel interessant om daarin in te zitten. En er zijn een heleboel facetten die voorbij komen. En ik weet absoluut niet van alle facetten het onderste uit de pan. Maar het is wel heel mooi om dat gewoon binnen je stad ook te kunnen doen. Dat je met een heleboel verschillende onderwerpen bezig bent. Maar dat is ook wel een verantwoordelijkheid, vind ik. Ja. Je zit met je collega in de tweemansfractie, in de raad van 37. Ja. Heeft een kleine fractie met twee personen, heeft die invloed? Ja, die heeft genoeg invloed. Ja, nou genoeg. Kan altijd beter. Kan altijd meer. Maar ik denk dat wij wel gewoon een duidelijke lijn hebben. En dat we wel gewoon met aanvullende dingen komen. En als we niet met aanvullende dingen komen, houden we onze mond. Ja. Ik denk dat meer partijen zouden moeten doen. Want dat is mijn volgende vraag, want we hebben nu 10 partijen in de raad, waarvan een aantal kleinere partijen. Is het wel goed voor de politiek, zoveel kleine partijen, met alle respect voor iedereen? Maar... Als ik zou zeggen nee, dan kan ik mezelf ook misschien wel eens een keer een kruis erheen zetten. Ja, dat we nu 10 partijen hebben, dat is natuurlijk, ik vind dat niet geweldig. Ik vond het al, met de SP en de FNP, die hebben nu allemaal eenmansfracties en de Verenigd Links. Ik ben wel blij dat het gebeurd is, want daardoor ben ik weer een stapje omhoog gegaan. Als er grote onderwerpen zijn, ben ik weer eerder aan de beurt. Maar goed, dat maakt niks uit. Maar ik denk dat het voor de burger en voor de interesse in de politiek, dat het niet goed is. Omdat het dan te lang doorappt ook steeds. Ja, dus het is ook veel van hetzelfde dan weer. Hè? Ja, maar daarom zeg ik, het is belangrijk dat je aanvullend bezig bent. Dat je, als je dingen zegt, dat dan aanvullend is op wat er al gezegd is. En dat je anders aansluit en anders gewoon je mond houdt, want anders... Daar kunnen wij niet aan wennen. Dat gewoon allemaal weer elke keer van de VVD of de CDA of de PvdA moet dan toch weer zijn dingetje zeggen. Denk kom op. Ja. Ik wil nog even terug naar de verkiezingen, naar de gemeenteraadsverkiezingen. In die tijd hadden we het niet verkiesbaar stel op van de Histoker, althans niet op een verkiesbare plaats. Ja. De Histoker ging toen met een eigen partij aan de slag. Hoe is dat? Hebben jullie daar nog last van? Of is dat helemaal weg? Ik heb nooit last gehad van Adi. Nee, maar het was wel een beetje even... Want ik hoor nog zo'n afscheidsreden in de raad. Die was heel duidelijk. Hij was heel teleurgesteld in zijn partij. Ja, natuurlijk. Dat was hij ook. En ik vond dat ook een hele moeilijke situatie. Want ik ben heel veel dank aan hem verschuldigd. Want toen ik in de raad kwam, ik was echt een groentje. Ik wist nergens van. Hij heeft jou doorheen gesleept. En hij heeft mij er doorheen gesleept. Ja, ja. En dat hebben we samen gedaan. Ik heb wel eens gezegd, we zijn echt een goed huwelijk. Ja. Want we vullen elkaar aan. Is hij echt helemaal verdwenen voor de ChristenUnie? Ja, hij is helemaal bij de ChristenUnie weg. Hij is nu actief bij het Verenigd Links. Hè?
Daar is hij op de binnen de staat is die daar bezig. En ik geloof ook hier in de stad. Ik zou hem daar binnenkort weer eens over spreken, want af en toe spreken we elkaar. En we mailen ook wel eens over dingen. Dus ik heb nog steeds goed contact met hem. Maar hij was heel teleurgesteld binnen de ChristenUnie-fractie. Maar ik denk wel, dat zeg ik tegen mezelf ook altijd. Tenminste, op het moment dat ik met mijn vrouw erover heb van ja, wat ga ik doen. Ja, want je hebt het wel eens over toekomst en over visie. Af en toe moet je eens eventjes in de glazen bol kijken. Hè, van, ja, als we nou over 2 jaar zitten, wat gaan we dan doen? Kijk, ik vind een gemeenteraadslid is best wel heftig. Qua uren wat het vraagt en alle onderwerpen die we nu net voorbij komen. Denk, nou ja, dat kost wel heel veel energie. Dus je moet je wel afvragen van ja, één van hoeveel tijd kost het me? Is het nog realistisch dat ik het doe? En daarnaast is het niet op den duur Arco van Dalen die wat zegt, maar of is het de ChristenUnie? En als je bij die derde niet meer duidelijk kunt zijn dat je het voor de ChristenUnie zegt. Ja, ik denk dat je dan je houdbaarheidsdatum een keer gehad hebt. En dat je dan moet zeggen van nou, dit is mijn periode geweest. Ja. Straks na deze periode zit ik er 8 jaar in. Nou, dan ga ik wel een goede afweging maken van wil ik nog wel door. En wil het bestuur nog wel met mij door. In die tijd kom je hier weer. Ja, is goed. Het is bijna tijd, maar ik wil nog even met je naar, dat zeg ik in de inleiding ook, nog even naar een andere hobby van jou, een andere passie, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Verleden jaar of 2 jaar geleden liepen we een keer samen door het Verzetsmuseum. Ja. En ik was een beetje onder de indruk over jouw betrokkenheid bij die Tweede Wereldoorlog. Waar zit hem dat in, Arco? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Waar dat vandaan komt. Maar dat heeft inderdaad echt mijn passie wel. Ik ben er gewoon heel erg geïnteresseerd in hoe mensen toen met elkaar omgingen. Waar dat vandaan komt. Laatst ook weer die film gezien van het boek van haar naam was Sarah. Ja. Ik denk van ja, dat was dan de Franse politie die allemaal Joodse mensen oppakte. Hoe kun je nou dat doen? Hè? Dat waren ook vaders, politieagenten, vaders die dan kinderen oppakten en gewoon meesleurden en hun haren de trein. En denk, ja, dat zijn dan van die intrigerende dingen waar ik denk van. Heb je de antwoord op gekregen op die vraag van hoe kunnen mensen zo ver komen? Nee, dat snap ik nog steeds niet. Nee. Als ik zelf in zo'n situatie, ik kan me niet voorstellen dat het gebeurde. Maar je hoort ook en je leest ook verhalen dat gewoon prima huisvaders waren. Dat je dat er niet aan afzag dat dat dan beulen waren. Of dat dat mensen waren die geen gevoel in hun barst hadden. Ik vind dat heel intrigerend. En ik denk dat het ook wel gekomen heeft om mijn opa die er wel verhalen over verteld heeft. Een kennis van mijn ouders die ook de oorlog bewust meemaakte. Die dat op jonge leeftijd bij mij al vertelde. Dat ik dat heel indrukwekkend vond. En we woonden in Hattem ook vlak bij de IJsselbrug. Ja, nou, die brug, natuurlijk. Ja. Ja, die brug is toen ook opgeblazen. Ja, ja. En daar heb ik gewoon in het verleden is daar heel veel over geschreven. En ik weet ook dat we op school daar heel veel over deden. Dus ik vond het altijd heel interessant om daarmee bezig te zijn. Ja. Dat is zo gebleven. Het is niet alleen interessant, maar ook noodzakelijk om de jeugd daarover blijven te informeren? Ja, absoluut. Ik ben al een aantal keren nu met mijn zoon bij de 4 mei, bij de herdenking geweest. Ja, dat moet gewoon blijven plaatsvinden. Op wat voor manier dan ook, daar moeten we blijven stilstaan. Ook al is het dan 65 jaar geleden. Dat moeten we blijven doen, hoe lang ook. En daar blijven we altijd voor inzetten. Dat is gewoon echt heel belangrijk. Dat je wat daar gebeurd is, dat je dat blijft herdenken. Dat nooit weer mag gebeuren. Dat je bepaalde bevolkingsgroepen gewoon helemaal wegzet. Omdat dat niks is. Want zo werd ermee omgegaan. Ja. Dat kan en dat mag nooit weer. Voorkomen. Dus Absoluut. Ja, dus dat blijft mij inderdaad heel erg interesseren. Ja. Oké. Okay. Arco, ik vond het fijn dat je er even kwam. Ja, vond ik ook. Succes, alvast goede feestdagen. Dank je, zelfde gewenst. Ja. Dit was voor deze keer de aflevering van Gouden Beren. Volgende keer zit hier Jan Assen-Nicolai van Paul GroenLinks. Tot volgende week.